Oké, dames en heren, ik heb een like challenge voor je. Like deze video sneller dan 3 seconden tijd. Anders komt Hucky Wucky naar je huis toe en dat wil je liever niet hebben. En ja, ik heb alleen maar een pistool op zak. Meer heb ik helaas nog niet. Of, laat maar, ik heb al iets meer. Oké, we gaan even naar buiten toe en we gaan even lekker buiten spelen. Want ik weet niet wat er aan de hand is precies. Ik hoorde wel wat. Hallo? Hé, hey, Dali, zou je met ons verstoppertje willen spelen, alsjeblieft? Verstoppertje nu nog? Ja, je moeder en je broertje is er ook. Oh, is dat zo? Ja, dus wil je alsjeblieft meedoen? Dat lijkt me heel leuk. Ik ben samen met Huggy Wuggy en Squid Kindle. Oh, en dat zijn lievertjes? Ja, dat zijn mijn vrienden. Oké, ik kom eraan. Hé, hey, helemaal gezellig. Tot zo. Oké, dus moet ik het gaan vertrouwen? Weet je, we gaan lekker naartoe. En ik ben heel benieuwd wat er gaat proberen als we verstoppertje spelen met Poppy Playtime en al die meuk. Maar ja, daar gaan we heel snel achter komen. En daar moeten ze ergens zijn. Nou, weet je, we gaan er even lekker naartoe rijden. Sorry trouwens dat ik zo weinig heb geüpload de laatste tijd. Dat heeft zo zijn redenen. Ik ben op dit moment ook gewoon erg druk. Maar ik heb ook dit moment stage 4 dagen in de week. Dus ja, ik probeer wel gewoon te uploaden. Maar ja, weet je, ik ben ook een jongen. Maar goed, laten we even lekker naartoe rijden. En let's go. Auw, verdorie, dat is niet best. Ouch. Oké, even iets rustiger aandoen. Maar ja, dat is. Ik ben nog wel trouwens regelmatig live op TikTok. Ik was afgelopen donderdag nog live met Kelly geweest. Ik heb Glenn nog in de chat gezien. Hartstikke gezellig, Glenn Fontijn. Maar je had me ook wel even mogen doneren. Nou, net als wat ik bij u deed. Oké, dat is natuurlijk een onzin. Maar goed, wij gaan lekker ondertussen onderweg. En heel misschien vanavond ook nog even live met Kelly. Maar ik ga niks beloven. Weet je wat is? Ik heb al vaker dingen gezegd. Ik ga dat vanavond doen. Kon het uiteindelijk toch niet op, omdat één van ons niet kon. En ja, wat gebeurt er dan? Dan is er geen live en dan heb je iets gezegd. Dus daarom wil ik even niks beloven. Maar ja, misschien vanavond weer even proberen een gezellige live te zetten. Dat vond ik ook gezellig. Tot het einde was even iets gebeurd. Was iemand even boos geworden, zeg maar, in de stream. Kon ze ook niks aan doen. Maar ja, dat is. Wat ik wel hoop is dat het volgende keer met iets meer respect in de live chat kan gaan. Want de vorige keer vond ik niet echt bepaald fijn dat het zo was gelopen. Dat er bij haar in de chat best wel van die vervelende gastjes zijn. Maar goed, daar gaan we het even niet meer over hebben. Kijk maar vanavond of we live zijn. En wij gaan dus naar Poppy toe. Let's go. Maar goed, niet al te min. We zijn dus bijna aangekomen op de plek. En ja, ik ben dus heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En ik weet niet waarom trouwens ik zoveel moeite doe om hem om te rijden. Maar ja, dat dus. Laat even lekker naar boven rijden. En dat soort dingetjes. Maar mensen, als je nogmaals, ik wil even wel gezegd hebben. Kom je in de chat in de live vanavond. Hou respect alsjeblieft. Ja, naar mij toe. En naar haar toe. Ga geen dingen verwijten. Dat was voor haar niet leuk om te zien. En voor mij was het ook echt niet leuk om te zien. Want ik voel dat ook wel, zeg maar. Weet je wel. Ook al was het niet op mij gericht. Dus vandaar. Maar goed. En daar zijn we dus aangekomen bij het mooie Doolhof. Laat even onze auto neerzetten. Let's go. Oké. Okay. En we gaan even deze kant op. En ja, wie zijn dat? Hey, daar staan ze hoor. Yo, ik kom verstoppertje met jullie spelen. Daar is hij aangekomen. Oké, wat zijn de spelregels? Nou, heel simpel. Wij, één van ons gaat tellen. Wij? Bedoel je, jij? Doen jullie alle drie of één van ons? Eén van ons. En wij, ik bedoel, ik ga je proberen te zoeken. En als je hem gevonden bent, dan ben je af. En zeg je buurtvrij, dan heb je geluk. Maar ja, je mag niet zomaar buurtvrij zeggen, hè. Zeker niet als wij er staan. Dus op zich, wij gaan tellen. En ik ben benieuwd of wij je kunnen vinden. Maar ik denk het wel, want jullie zijn niet zo goed. Nee, dat moet je niet zeggen, hè. Oké, en wij tellen tot 20. Is goed. En waarom heb je trouwens allemaal een golfstick in de hand en een basketbalknuppel? Dat komt omdat ik op honkbal zit. En waarom heeft Hucky Wucky er eentje vast? Hucky Wucky zit op golven. Ah, oké, dat verklaart heel hoop. Weet je wat, tel jullie maar. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, wij zijn dus lekker aan het verstoppen. En ding is lekker aan het tellen, die Poppy. En damn, waar gaan ze eigenlijk allemaal naartoe? Is er een beetje een goede verstopplek hier in het Doolhof of niet? We gaan even heel snel achterkomen. En oké, we gaan dus hierin. Even kijken, want ik heb het idee dat ze hem bijna gaan zoeken. Maar ja, het Doolhof is zo groot dat ik gewoon niet weet waar ik moet gaan verstoppen. Is dit misschien een goede plek? Nee, ik weet het niet. Oh my god. Ik denk dat ik hier wel veilig zit. Oké, ik pak mijn drone erbij en ik ga kijken of ze al gaan zoeken zo. Oh, ze gaan erop af. Maar Poppy staat play. Oh nee, ik dacht dat Poppy stil stond. Maar wat is dinges aan het doen? Squid Game Doll. Ik heb geen idee. Squid Game Doll staat hier ook maar een beetje, denk ik. Ik heb geen idee. Nou, anyways, ik denk wel dat ik veilig sta. En... Ah, nee! Squid Game! Oh my god! Dat is Squid Game Doll. Nee. Oké, rennen. Ik ga buurtvrij zeggen, alsjeblieft. Dan mag ik nog tellen. Oh my god. En de buurtvrije paal, dat is hier. Buurtvrij. Zo, holy freaking shit. Dit was even heavy. Ik dacht, wat doet Squid Game Doll ineens in die gang? Oké, dat was best wel eng eigenlijk. Oké, dus de hoogste tijd dat we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oké, guys. Dat betekent dat ik nu ga zoeken. En ik ben heel benieuwd of ze gaan vinden. Want ze zeggen altijd, wie zoekt, wie vindt. En dat is ook een feit. Dus we gaan erop af. En eens even kijken waar iedereen is. Oh my god. Het is een beetje groot hier zo. Ach, misschien moet ik over de rand. Ik denk dat ze ergens achterin zitten. Ik ken die spelers ondertussen wel. En ja, man. Oké, dus hier zo ergens zou het nog eventueel kunnen zijn, denk ik. Ik denk hier ergens. Misschien hierin. Of niet? Is het aan deze hoek? Zit daar iemand? Nee. Foutje. Kan gebeuren. Is er eentje verder? Hier al misschien? Of daar ergens? Misschien. Ik dacht aan het einde volgens mij. Tenminste, daar leek het wel op. En? Heb ik gelijk? Heb ik gelijk? Ook niet. Oké, misschien moet ik maar eens hier even ingaan. En
Oh my god, nee! Mijn vrouw is dood! Wat is er gebeurd? En er is een seagull. Ik denk dat die monsters daar iets mee te maken hebben. Denken jullie niet? Ze zijn niet te vertrouwen, hè? En wat? Dat kind is ook dood? Oh nee! Dit vind ik echt heftig. Wie heeft het al gedaan? Oh nee, hè? Ik denk dat we die daders moeten pakken. Want zijn ze ergens nog in de game of niet? We gaan even naar het begin. Ik denk dat ze aan het uitlachen zijn. Of niet? We gaan kijken. Want dit is echt niet leuk. En ik heb gewoon het idee dat de mensen vermoord zijn. Alsjeblieft. Nou ja, het is echt niet best. En waar zijn ze allemaal? Ik zie ze niet. Waar zijn ze allemaal? Ja, ze zijn gewoon weg, hè? Dat hebben ze gewoon expres gedaan om mij lekker te laten voelen. Nou ja, weet je wat? Dan gaan we lekker zelf ook toch weg. Want ja, wat heb ik hier nou te zoeken eigenlijk? Weet je, pak de auto en wegwezen hier. Oké, guys, wij gaan lekker driven. En ik ben heel benieuwd waar we uitgekomen. Want dit is echt niet best wat er net gebeurd was, natuurlijk. Maar ja, misschien de volgende keer beter, wat ik altijd zeg. En als het beter is, dan zit het goed, hè? Dus ja, oké, en wij gaan dus lekker naar beneden driven. Want ik denk dat ik al een beetje kan raden waar het is. Dus laten we even lekker op afdriven. En poepoe. Ik ben benieuwd, man. Oké, dus hier naar beneden. En daar moeten we dus ergens uitkomen. Ah, wacht eens even. Ik denk dat ik wel weet waar het is. Ja. Daar is het, bij het rode stippie. Bij het rode stippie. Oké. Zo, Poppy, hè? En oh nee, Poppy. Wat denk je nou dat niet te doen, hè? Zo, niet aan het begin, hè, maat? Kom dan, hè? Kom dan. Oh. Nee. Auw. Hey. Niet doen. Zo. Had je nog wat? Hoppakee. Oh, je hebt wel heel veel levens. Oké, wegwezen hier. Alsjeblieft. Nee. Don't hit me. Don't hit me, please. Oké, ga me er niet uitgooien, hè? Zo, had je nog wat, hè, Poppy? Kom dan. Hoppa, dacht ik niet, vriend. Oké, wegwezen hier. Want we hebben Poppy vermoord. Yes, dat is één van de drie. De volgende is of Squid Game of Huggy Wuggy. Het kan een van deze twee zijn. Ouch, dat is niet de bedoeling. Maar ik hoop wel dat we die even te grazen gaan nemen. Want ik vind het echt niet leuk zo, ik zweer het je. Zo, even deze kant rijden. En daar bij die club, hè, dacht ik. Is dat niet een club of zo waar? Volgens mij weet ik al wie dat zou kunnen zijn. Ik zag de Squid Game doll in de club. Ja. Ik ken de lyrics nog wel van mijn eigen parody. Misschien dacht ik Squid Game van, weet je, laten we hem eventjes verleiden hier zo, toch? Nou, oké, prima. En hier lekker rechtsaf staan. Hey, ik vind het wel heel jammer dat weer een lockdown terugkomt, hoor. Een avondlockdown. Maar één ding hoop ik wel met coronamaatregelen. Ten eerste, ze moeten de grens tussen Nederland en België openhouden, want ik ben regelmatig in België en als dat dicht zou zijn, dan word ik wel een beetje boos. Dat word ik echt kwaad gewoon, want ik bedoel, ik wil ook met dingen afspreken natuurlijk, dat weten jullie heel goed. Voor een leuke TikTok. En ten tweede, ze moeten geen avondklok invoeren, want dat vind ik helemaal erg. Ik vind het allebei even erg trouwens hoor. Dus laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Vind ik echt zuur als dat gebeurt. Goed. Wij komen eens naar binnen. En wie zit er in de club? Oh my god. Oh nee. Wie zou dat nou zijn? En het is. Het is Squid Game Doll. Woe. Huh? Wat de hel? Wat doe jij? Squid Game. Hey. Oh nee, dat is natuurlijk zijn geheime wapen, hè. Oké, weet je, we gaan je opblazen, vriendin. Zo. Hoppa. Dacht je dat nou, hè? Kom dan, Squid Game. Zo. Hoppakee. Vond je dat nou leuk, hè? Was het dat allemaal waard? Nu is het geen Squid Game doll in de club, maar Squid Game doll in de hands. Let's go. En volgens mij staat het hele gebouw er in de fik. Laten we gauw wegwezen hier, voordat wij aangepakt worden. En dat wil ik liever niet hebben. Let's go. It's time to go outside. And we drive away. We hadden trouwens ook motoven cocktails. Dan gaan we de volgende keer gebruiken. Yes. Wil je nog wat doet, gaat gemotoverd worden, jongens. Holy shit. Oké, en wegwezen hier. Zo. Hè? Hoppakee. Succes. Nou ja, zoveel doet het dus niet. Weet je wat? Laten we even lekker naar het zuiden rijden. Ouch. Het is de hoogste tijd om lekker naar het zuiden van het spel te rijden. En dan gaan we de hoogste tijd weer even vinden om, ja, toch eens even Huggy Wuggy aan te pakken. Want hij is natuurlijk de aanstichter, hè. Die heeft Poppy om afgestuurd natuurlijk. En dat mogen we niet laten gebeuren. Het is alweer bijna gewoon dag. Het is gewoon alweer aan de late kant. Maar ja, dat betekent niet dat McDonald's nog open is. Want ik denk dat bij de Mac is wat ik zag. Ja, zeker. Hey! Oei. Deze doet zich. Either way, het kan allemaal gebeuren natuurlijk. Dus laten we niet aantrekken. En we gaan hem lekker blijven rijden tot we ergens uitkomen. I guess so. Dus ja. En. Oké, het wordt dan gewoon licht, hè? Het wordt dan gewoon dag. Het wordt dan gewoon stadlicht. Oh my god. En het is Squid Game Doll in de club. En het is de hoogste tijd om lekker bij de Mackie aan te komen. We gaan lekker McDonald's vreten. Oh, heerlijk. Lekkere vette hamburger naar binnen hebben, hè? Ja. Het is de hoogste tijd om te kijken. Hallo. En hey, daar is Huggy. Maar wat doe jij zo vroeg in de ochtend al? Hè? Heb je Huggy Wuggy niet gezien? Hoppa. Kom. Huggy. Kom. Zo. Ik dacht niet dat jij hier aan mee mag doen, hè? Kleine matteke. Zo. Lekker, bro. Lekker verbranden, hè? Heerlijk, hoppa. Had je nou wat? Huggy, de hamburger zetten wel gaar, hè? Is hij dood? Ja, mensen, we hebben Huggy weer afgemaakt. Dat betekent maar één ding. We hebben ze te pakken gehad en volgens mij stond dus al daglicht. Hey, hallo. Hey, Deli, er is wat aan de hand. Ja, dat had ik begrepen, maar wat is er aan de hand dan? Au. Wacht. Oei, sorry, dat moest niet.
even rustig. Maar vertel eens, wat is er? Nou, het schijnt zo te zijn dat mijn zoontje niet zo goed kan slapen de laatste tijd. En hoe komt dat? Hij heeft te veel films gekeken en heeft het laatste Poppy Playtime gespeeld. Poppy Playtime, is dat zo? Ja, dus zou je alsjeblieft bij ons in huis willen slapen? Maar natuurlijk jongens, dat wil ik best doen. Maar op één voorwaarde. Ja, wat dan? Dit kost jullie wel namelijk 300 euro, hè, als het allemaal gewoon gelukt is. Weet je wat, ik ben wel een nachtwaker en weet je wat is? Ik moet ook gewoon alles oppassen, dus ik moet wel alles in de gaten houden. Kost me ook weer tijd. Ja, het is wel een beetje duur, maar goed, we hebben het ervoor over. Goed, ga even naar mijn kind kijken alsjeblieft. Ik ga kijken naar je kind. Oké, we moeten naar een kind kijken. En dan gaan we daarna lekker slapen, oké? Oké, we gaan even naar een kind. Let's go. Want wat is er nou aan de hand? Waarom slaapt hij zo slecht? Ik heb geen idee. Eens even kijken hoor. Hey yo. Hallo. Gaat alles goed met u? Of niet? Hallo? Hey. Wat de hel? Dat kind is inderdaad een beetje paranoïde. Ik heb geen idee. Weet je wat? We gaan even naar beneden toe. Even alles een beetje in de gaten houden. En ja, zo kunnen we dus even kijken of alles een beetje goed gekomen. Dus ja, we gaan even naar beneden. Let's go. En ik denk dat de hoogste timer is om te slapen. Jeet. Auw. Ik weet niet wat het is. Ik vind dat leuk om te springen. Maar goed, wij gaan lekker petten, mensen. Dus ja, hier wel ergens op de stoel. Tot morgenochtend. Oké, mensen, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik hoorde ineens een hele harde knal. We gaan even kijken wat er aan de hand is, mensen. Let's go. Oké, we gaan even naar boven toe, want ja, ik hoorde echt gewoon knallen voorbij komen, lijkt het wel. En wat is aan de hand dan? Ik weet het niet. Maar laten we deze camera kijken, want ik hoorde... What the hell? Waar is dat kind gebleven? Huh? Wat is er gebeurd? Oh my god, ik ga even naar papa en mama van ze toe, want dat kind is weg. Papa, mama, wat is er aan de hand? Yo. Oké, even kijken. Ik heb hier gewoon geslapen vandaag. En die zijn ook al weg. Maar het ziet er wel heel netjes achtergelaten uit, maar dat betekent dus dat er iets aan de hand is. Naar Poppy Playtime, dat kan niet anders. Weet je wat? Wij gaan op onderzoek uit, want hier is iets niet goed, jongens. Oh my god. Het is de hoogste tijd om te rijden, dus let's go. En ik zie al dat er een wit puntje staat. Dus laten we eerst even naartoe gaan. Let's do that. Vanavond weer live. En wat is met mijn banden nou weer aan de hand? Wat hebben ze nou weer gedaan, jongens? Hé. Hey. Wat is hier aan de hand? Ik ga even naar de automakelaar. Ze dachten dat ze te slim af waren. Maar hé, hey, ik kan gewoon nog rijden, hoor. Ik weet niet wat ze probeerden, maar... Bandenlek schieten, dat hou je mij niet tegen. Laat ik het daarop houden. Maar goed, volgende huis toe. En wat is dat? Oké, volgende. Oké, hierin. Dus deze straat. Let's go. En daar is dus een osso. Dus ja, we gaan even deze osso in. Ja, hier zo. En we gaan even naar binnen toe. Even kijken wat die gaande is. Oké, let's go. Oké, dus dit ossootje moeten we even in. Oké. Hier woont toch een vriend van hun, toch? Of zo van oom. We gaan eens even kijken wat die oom is. Hey, oom. Oom van een kind, oom van een moeder, papa, mama. Heb je dat gezien toevallig of zo? Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Laat even kijken. Die zegt ook weer zo raar, jongens. Oom van papa, mama. What the fuck? En wat? Nee, man. Hij is dood. Oh my god. Oké, het is tijd om op onderzoek uit te gaan. Want hier is echt iets aan de hand. Dit is echt niet de bedoeling, mensen. Dus we gaan naar boven toe. Pakken de auto. En we gaan wegwezen hier. Want ja, hier, dit kunnen we natuurlijk niet langer doen. Snap je? Oké, tijd om naar buiten te gaan. Let's do that. En eens even kijken. Hallo? Wat gebeurt hier nou? Oh, ik zit vast. Ah, hier. Oké, kan gebeuren. En wat doet hij daar? Ik heb geen idee. Laat hem even lekker zijn peukje roken, toch? Zo, hoppa. Had je nog wat? Dacht er niet, vriend. Die gaan me niet tot last zijn, hè? Allee, ja. Oké, door naar de volgende plek. We gaan naar het rode puntje toe, want die staat er niet voor niks. Oké, waarom moeten we naar het rode puntje toe? We gaan eens even kijken wat er gaande is. Eigenlijk wat ik wil zeggen, we gaan er gewoon op afracen. En ja, wat zal daar toch zijn, mensen? Ik heb geen idee. Want papa en mama zijn vermist, haar kind is vermist. Ja, dat is natuurlijk een hele shock. Maar ja, er zijn dan wel markers op mijn locatie gezet, zo, waardoor ik ook kan zoeken. Dus ja, in plaats van brieven schrijven, kun je het ook zo doen, inderdaad. Maar als ik een hele navigatie volgen, zo ga links afslaan, ga rechtdoor, ga rechts. Weet ik het allemaal. Dit is toch veel beter, jongens. Althans, ook niet echt de ideale manier, maar ja, wat er gebeurt natuurlijk is not done. Laat ik het even daarop houden. But yeah. Oké, bro. We gaan nu naar boven toe. En eens even kijken. En even hierin. Oké. En daarboven moet het zijn. Dus daar is iets. Maar wat is dat dan eigenlijk? Ik weet het niet. Ik weet oprecht niet wat dat is. Ah, Firewoods. Ik zie het al. Wat is dat dan? De W? Moet hier naar boven? Wat is hier aan de hand dan? Ik heb geen idee, mensen. Oké, huh? Wat? Oké. En wat gebeurt hier? Oh my god. Wat? Meen je dit? Nee! Oh my god, die is gewoon dood! Hoe kan dat? Wow, dat is mama! Dat is de mama van dinges! Nee, man! Oh my god, we gaan even kijken. Wat is er aan de hand? We gaan even nu klimmen. Nu. Let's go. Oké, wat de hel, man? Oké, dus daar moet het zijn, hè? Oh nee, dat is echt toch niet best, jongens. Waarom zijn ze van... Ja, ik weet niet. Maar wat doet ze überhaupt op dat gebouw? Even serieus. Of die steiger. Zou het thuis zijn? Niet hier. Oké, een beetje raar. Oké, we gaan zelf even springen, ja? Niet! Auw! Oké, we leven nog. Goed, laat die zo snel mogelijk weer wegwezen. Wat heb ik niet veel te zoeken? Let's go. We gaan verder rijden, mensen. Dus let's go. Let's do that. Oké, dus we gaan door naar het blauwe puntje, mensen. We gaan het even doen, want ja, we moeten gewoon even naar de volgende missies toe. Let's do this, mensen. Oké, we gaan even van de berg afrijden. En dan gaan we dan. Oké. Let's go. Zo, dat was een mooie val. Maar ja, dat is. Maar wat is er aan de volgende plekje dan? We gaan het zien, mensen. Let's go. Oké, let's go. En hier moeten we dus zijn. En daar is dus iets aan de hand. Maar we moeten even kijken wat er gaande is hier. Let's go. En hier moet het dus zijn. Oké, dus op de top is er wat, hè. Maar wat is daar dan gaande, jongens? Ik weet het niet. Oké, dus wat is hier dan? Huh? What the hell? Oh my god, meen dit? Wat is dat? Oké, mensen, dus wat is hier dan weer aan de hand? Ik weet het niet. Wat is... Ik zie iemand staan. Wat? Wie is dat? Oh my god, meen dit? Wat? Dat is Kissy Missy. Oh nee.
Oh, snap. Oké, dit is niet best. En die kan dan ook gewoon niet bij, jongens. Oké, we gaan wegwezen hier. Want ik vertrouw het hier niet. We moeten gewoon wegwezen. Want ja, we gaan even de volgende plek zoeken. Oké, waar gaan we naartoe? Ik denk dat het beter is om hier naartoe te gaan. Dus laten we er even op afgaan. En we zullen zien wat er gebeurt. Het wordt alweer licht. Tenminste, voor zolang het duurt. Oké, guys, we gaan erop af. En ja, dat is. Oké, guys, we gaan er even op af racen, mensen. Dus laten we het even doen. En ik ben benieuwd wat de volgende plek is. Wat het allemaal kan bieden. Oh my god. Oké, racen. Eek. Oké, rustig aan, man. Ouch. Oké, go. En moeten ze naar dat groene puntje toe? Laten we dat even doen. Maar wat een chaos. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik bedoel, Kissy Missy die gooit dus gewoon, ja, die vader van het dak, jongens. Even serieus. Dat is dan niet goed. Maar waar is dat kind dan? Ik wil echt achterkomen, mensen. Ik hoop niet dat ik gelokt word. Oké, pas op. Maar de volgende spot, dat is daar zo, op dat groene puntje. Let's go for it. Doe het. En oké, laten we naar boven gaan. Dat is misschien wel een goed idee. En ja, dat is. We gaan even naar Chucky toe. Let's go. Want even kijken wat Chucky te melden heeft. Of wie er ook is. Ik denk dat Chucky hier woont of zo, toch? Of is dat gewoon iemand anders? Ik weet het niet. Oké, let's go. En ja, oké, die is dood. Dacht dat die Chucky. Ik weet waar je probeerde. Maar geen. Jij hebt gewoon geen kans, oké? Maar ik ben weer in de val gelokt, hè? Zoals altijd. Ze willen me altijd pakken. Waar gaan we wegwezen hier? Mijn god, wat was dat een kort bezoekje? Oké, volgende. Ik denk dat huisje nog. Want daar kan het wel zo zijn dat Huggy Wuggy en heel de Kissy Missy Band gewoon woont. Of wonen ze toch ergens anders? We gaan erachter komen. Het is tijd om gas te geven en erop af te gaan. Dus let's go. Want ja, je weet maar nooit wat er aan de hand is. Maar ja, als we gewoon afgaan, dan kunnen we het heel snel zien. Maar damn it. Ik ben echt gewoon helemaal confused. Ik bedoel, papa en mama zijn al dood. Ik hoop dat het kind er nog overleeft. Ouch. Snap, dat is niet de bedoeling. Maar goed, het zou ook allemaal wel, toch? Eerlijk is eerlijk. Let's travel to it, man. En daar is dus ergens een huisje, hè? Oké, we gaan eens even kijken wat daar binnen is. We gaan eens even kijken. Oké, dat huisje gaan we dus even in. En we gaan eens even zien wat er gaat gebeuren. Oké, dus hoogste tijd om er binnen te gaan. Dus ja, we gaan eens even kijken, want hier is dus ook iemand, hè? Maar wie woont hier dan precies? Dat is maar een manier om achter te komen. En dat is om naar boven te gaan en eens even te checken. Oké. Oké. En even kijken, we gaan naar boven toe. Oké, Squid Game Doll, what the hell? Oké, guys. En. Oei. Oké, we gaan hem even pakken, mensen. Dacht het niet, Squid Gindel. Oh my god. Dus ik ben weer in de val gelokt. Oké, nu is het echt tijd om wraak te nemen. Want dit is echt niet goed, mensen. Nu gaan we het kind zoeken. Want dat mag niet ontvoerd worden, snap je? Dus we gaan hem pakken, mensen. Laten we dat doen. Go for it, guys. We gaan even naar het eiland toe. Oké, dus daar moet het zijn, hè. Dat huis daar zo. Weet je wat? Laat er even op 8 afgaan, mensen. Dus let's go. En ik denk dat de hoogste tijd is om eens even hun het hele eiland even af te zoeken. Want ja, wat er nou natuurlijk gaande is, is niet de bedoeling. Dus ja, en daar moet het dus zijn. Nou, weet je wat we gaan doen? Oké, we gaan onze auto even dumpen. Let's go. Let's go. Hoppa. En zwemmen maar. Zo. Woe. We gaan nu naar het eiland toe. Oké, wat een golven, mensen. Wat een golven. Oké, en we gaan even naar binnen toe. Want oh my god, is dat allemaal het eiland? Ik zie allemaal mensen staan of zo, lijkt het wel. Of ik kan het nog niet goed zien. Maar om nou even te checken, we gaan even naar boven klimmen. En eens even checken wat hier nou precies is. Oké, let's go. En wat is dit allemaal? Allemaal Huggy Wuggy? Wacht, dat is Kissy Missy. Oh my god, wat is hier aan de hand dan? En wat? Huggy Wuggy is hier en een kind? Nee, man. Oké, mensen. Oh nee, dat meen je niet. Ze schiet op mij. Oh nee. Stop. Oh my god. Oké, laat dat kind maar rust, jongen. Even serieus. Wat is er aan de hand? Oké, oh shit. Oh my god, er is oorlog. Er is oorlog, mensen. Oké, even een andere gun. Sweeper, hè? Zo, stoppen. Stoppen, jongens. Oh nee. Oké, dit gaat niet goed. Dit gaan we toch niet redden zo, jongens. Oké, wie doen we nog meer, hè? Oké, volgende. Zo. Is dit dan een helikopter of zo? I don't know. Oké, wat is er nog meer? Huh? Oké. Go for it. En wat is dat daar bovenop? Hey, dat klopt niet helemaal volgens mij. We gaan even kijken. Oké, dat zit goed. Oké, let's go. Oké, we gaan er naartoe. Maar ja, dat is, ik ben niet super vaak met live geweest. Maar Kaylee, maar als goed gaan we nog wel een paar keer nog live. Maar ja, die is weer lekker aan het werk. Dus ja, die heeft er geen tijd voor. En we gaan eens even naar boven. En hoe gaan we dat doen? Ah ja, ik heb al een idee. Oké, en wat is dit dan? Dit zijn baby Huggy Wuggies. En dit zijn. Oh my god, nee, dat meen je niet. Dat kan ik toch niet laten gebeuren? Oh my god, nee, dat meen je niet. Hey, stop daarmee. Hey. Don't step dan, jongen. Don't do that. Hè? Kom maar hier. Kom maar naar deze kant. Zo. Doe maar. Goed zo. Hè? Had je nog wat baby's? Allemaal baby's. Hup. Wegwezen, allebei. Hè? Oké, dacht het even, die vrienden. Hè, dat zijn de baby's die dood zijn. Gaat het, kinderen? Ja, het gaat wel goed, Nelly. Dankjewel voor de hulp. Geen probleem, jongens. Oh my god, ja, ik moet hier wegwezen, want anders komt de politie straks. Jeet! Let's go! Auw. Oké, gelukkig is modder, dus het is zacht. We gaan wel lekker doorrijden, mensen, want we hebben niet veel meer te zoeken. Dus let's freaking go. Wat Huggy Wuggy. Ja, die bijt in je bil. Ja, dat is niet zo leuk. We going to the next spot. En we gaan eens kijken wat er nu weer gebeurt. Het is een beetje eng, maar het is niet leuk.
Maar dat maakt mij dus niks uit, want het is super meuk. Oké, en ik lig in een deuk. Oké, laat maar zitten. Daar gaan we niet doen. We gaan even niet zingen, maar we komen wel ergens aan. En dat is zo tijd om er even op af te gaan. Ja, maar het is de eerste YouTube-video van 2022, zou ik zeggen. De officiële jaar, er is al eerder een video uitgekomen. Maar die is niet zo heel leuk. Deze is wel leuk, dus vandaar. Let's go. En mijn auto is gemaakt. Wat is hier aan de hand, jongens? Wat zijn die aan het doen? Ik weet het niet. Wat? Weet jullie niet? Oké, heel raar. We hebben stenen hakbel, maar dat moeten we dus niet hebben. Wat gaan we doen? Een battle axe. Ja, dat is leuk. Maar zit je lekker te chillen? Ja, zeker. Zou vaak hebben vraag kunnen. Hebben jullie Siren net gezien? Of, oh my god, daar komen drie Siren net. Wat gaan ze doen? Nee. Laat. Oké, wat gaan ze doen? Hè? Oh my god, nee, hey, don't do that, man. Hey, my goddess, oh, snap, oei, oh, snap, sorry, oh, oké, let's go, zo, niet beginnen, jongens, pak hem, goed zo, gangster, pak hem, jongen, heel goed, Cyanet is dood, oké, leeft hij nog? Allee, hoe leeft hij dit? Stop, zo, let's go, en wegwezen hier. Oh my god, we hebben geen vrienden gemaakt. Ik dacht, ik red je leven eventjes, maatje. Nou, dat dacht ik even niet, hè. Als je toch zo ondankbare kreng bent, even serieus. Dan maak je jou gewoon af ook. We gaan doorrijden, mensen. Let's go. Maar madameke, dat is toch niet goed, hè? Oh god, my god. Dat is niet best, jongens. Oké, we gaan doorrijden. Want Sirenet is ook aan de macht. Maar waarom? Wat doen ze tegen elkaar? En waarom, ja, even serieus. Waarom moeten ze een paar van die goons neerschieten, man? Oprecht, ik snap daar helemaal niks van. Maar we gaan lekker racen. We gaan lekker ons ding doen. En als we deze opname hebben gemaakt, gaan we nog eventjes live op TikTok, denk ik. Lijkt me ook wel een leuk idee. Maar goed, we gaan door naar de volgende spot. En de volgende spot die bevindt zich iets verderop. Ja, en laat even geen radio aanzetten, mensen. Dat is geen goed idee. Want ik wil geen muziek luisteren op dit moment. Ik wil nu iemand aan gaan pakken. Zo. Auw. Oké, dat had ook niet moeten gebeuren. Sorry. Maar laten we zeggen, make Delhi great again. Nu gaat Delhi vol vlammen, mensen, op YouTube. Want Delhi kan echt erg heel veel bereiken. Maar dan moeten we wel veel gaan uploaden. En leuke video's maken. Ik wil binnenkort een Huggy Wuggy kostuum bestellen, mensen. Moet ik dat doen? Moet ik een Huggy Wuggy pak bestellen? Kost me wel 100 euro, een investering. Maar hé, we kunnen wel iets doofs mee waarschijnlijk. Waardoor ik er wel iets, ja, iets langer aan de rand zou hebben, weet je wel. We hebben een leuke video, wordt bekeken. En dan heb ik ook langer profijt aan mezelf. Dus misschien wel een goed idee. Maar ja, even serieus. Wie wil een Huggy Wuggy niet zien? Toch? Eerlijk is eerlijk. Huggy Wuggy is wel kinda sussy, you know? En ja. Ik ga er vaker trouwens ook weer live op TikTok. We blijven lekker live knallen, mensen. Altijd leuk. En ik hoop ooit dat iemand een keer een planeet doneert. Of een raket doneert. Of een TikTok Universe. Nou ja, tenminste, het zou wel heel gaaf zijn. Maar laten we dat niet aan de kinderen doen. Want die dingen zijn echt heel duur. Een planeet kost 250 euro als gift. En een raket is 300 euro als gift. En een TikTok Universe 500 euro ongeveer. TikTok die eet echt heel veel donaties op. Doneert iemand 17 euro aan jou. Dan krijg jij er misschien iets van 4,50 euro van. Nou, dat is best wel erg eigenlijk van TikTok, hè. Maar TikTok bedenkt wel iedere keer manieren. Zodat ze nog meer geld kunnen verdienen voor de wekelijkse ranglijst. Heel slim. Want TikTok denkt van hé, wij hoeven toch bijna niks af te staan als een creators. Laten we zoveel mogelijk manieren bedenken. Zodat creators lekker getriggerd raken om mee te doen met de wekelijkse ranglijst. Kunnen we tering veel geld verdienen met TikTok. Maar ik wil dat wel dat TikTok iets terug gaat doen. In plaats van dat ze het in eigen zak steken. YouTube doet er tenminste nog iets voor, jongens. Die geeft zo'n 55% aan ons. TikTok die geeft maar iets van 25% of 20% maar. Ernstig eigenlijk, hè? Het zijn gewoon dieven. We hebben genoeg geklaagd. Er zijn een positieve tijd. Want dit was niet heel positief. Maar het zijn wel de feiten. Dus ja, ja, we kunnen vast negatief zijn. Maar dat is niet heel gezellig of zo. Oké, we gaan naar beneden toe. Let's go. Ja. Moeten we hier nu zijn, hè? Dit is kinda sus. Oké, we gaan eens even kijken. Sussy. Oké, ga jij maar lekker weg, maatje. Laten we even de shotties gaan pakken, want ik vertrouw het hier niet. Oké, we gaan even kijken. Wat is hier aan de hand, jongens? Wat is hier nou? Wat zien we daar? Amai, hè? Wat is dat? Oei. Oh, nee, dat meen je niet. Een cartoon dog, daar zeker. Oh my god. Oei, wat gebeurt hier nou? Hé, dat wordt een gunfight, man. Oh nee. Wie gaat er winnen? Oh my god. Oké, Cartoon Mouse is in het water gevallen. Cartoon Cat is uitgeschakeld. Cartoon Mouse is de winnaar. Oh my god, het is wel heel snel dood. Hé, wat gebeurt hier nou? What the fuck? Ik weet niet wat het is, mensen. Maar laten we even ingrijpen, want dit is raar. Ze vechten tegen elkaar. En ja, ik wil eigenlijk weten wie er zou winnen. Maar hé, oké, let's go. Hoppa. Oh, snap. Kom op. Oh, snap. Dat is niet best. Oké, nog iets. Oké. Oei, hij is slim. Oh, nou is ook het water gevallen. Wat een noob. Oké, Mouse. Blijf stilstaan jij. Cartoon Mouse. Of is hij al dood? Hoppa. Nou, nu is hij dood. Let's go. En waar is Cartoon Dog dan? Waar is hij? Cartoon Dog. Where are you, mate? Of is hij ook al dood? Ik heb geen idee. Ik kan Cartoon Dog helemaal niet vinden hier. Het lijkt alsof hij aan het zwemmen is. Maar als we hem niet meer zien, dan denk ik dat hij verdronken is, man. Even serieus. Ik denk het. Dus het is de hoogste tijd om weg te wezen hier. Ik denk dat hij verzopen is. Let's go. Beetje raar, maar we hebben hem in ieder geval te pakken. En dat is het belangrijkste. Want we hebben niet veel te zoeken met Cartoon Dog. Het enige wat we te zoeken hebben is nou de winst pakken. Tijd voor een nieuwe wagen. Oké, mensen. Welke wagen moet ik de volgende video gebruiken? Laat achter in de comments. Want we willen wel een keer iets meer doen dan alleen maar een Mercedes bereiden. Dus ja, let's go. Een pleit hier. Oké.
we gaan nu naar deze toe. Naar deze osso, ja? Laten we gaan. Oké, go. Go, go, go. Go, Daddy. Go, Daddy. Go, Daddy. Go. Nee, ik weet wel. Ik was een keer in een live of zo. En ik zat toen het nummer van Go Ace the Kids zingen. Weet je, omdat iedereen heel graag wou horen. En wie kwam er toevallig in de chat? Niet Ace het zelf, volgens mij. Of misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar vooral Epson Army, oftewel Appie. En ik zag Enon Joost, volgens mij, ook verschijnen in mijn livestream. Ik zie Enon Joost, oftewel Joost Klein, ook vaak wel eens reageren op de TikTok-video's. Even een shout-out naar de twee gasten, want ze zijn hartstikke supportive erin. Dus ja, let's go. Ik zeg eerlijk, Enon Joost ook gewoon echt strijden, weet je. Maar ook gewoon echt oprecht een aardige guy. Lijkt me ook echt een aardige guy. En Appie ook, zeg maar, Epson, of Epson Army. Zie ik ook vaak in mijn chat voorbij komen. Let's go. Oké, laten we even aankomen bij de nieuwe plek. Maar die saté, ik weet niet of die van TikTok kunnen kennen. Die vind ik ook echt een gunner. Want hé, die heeft me voor het laatst wel nog een trein gegift. En dat vind ik hartstikke lief. En die heeft ook net zoveel volgers. Oké, we staan ongeveer een beetje gelijk met volgers, saté en ik. Daarom zit altijd een beetje van die battles uit te houden, weet je. Dat is leuk. Maar goed, we gaan door naar de volgende spot. En hier moeten we even iets kijken. Wat gebeurt hier nou? Oh my god, dat meen ik niet. Even kijken. Oké, want hier zit niemand in thuis. Hallo? Is somebody in here? Is somebody in? Is somebody in or not? Oké, we weten het niet. Maar we gaan even naar boven toe. Hier is een trap. Want dit is niet zo heel erg sussy baken. Want we moeten naar boven. En we gaan even kijken. We gaan vermoorden. Let's go. Dat is wel heel veel achter elkaar praten eens. Oké, hier niet in ieder geval. Oké, we moeten gewoon zoeken, man. Oké, hero. Hey. Is someone here? Oh my god, hoeveel balkonnen heeft het gebouwtje wel niet? Oké, dit vind ik wel echt kinda sus. Oh my god, dat meen je niet. Dat is Squid Game Doll. Oh my god, dat meen je niet. Hé. Hey. Oei. Is hij dood? Zo. Oh my god, ze heeft gewoon een wijfje vermoord hier. Oh nee, dat is mijn... Nee, dat was mijn crush. Oh my god, ik wou dus zo graag een date met jou hebben. Ja, nou, ze hebben mijn date vermoord. Echt waar, jongen. Squid Game Doll. Als ik je nog één keer zie, dan maak ik je dood. Wie staat er nou beneden? Amai. Wakker, wat zeg je daar? Ik heb het idee dat ik hiervan afgemaakt word door een paar van die cowboys. Oké, go. Ga maar achter me aan, guys. Doe maar, hoppa. Want wij zijn toch weer weg. Wij zijn sneller dan jij, ja? Oké, go. Go, daddy, go, daddy, go, daddy, go. Mij ga je niet schieten. Want ja, we gaan jou beschieten, man. Even serieus. Mimang. Oké, wegwezen hier. Go, go, go. En even later zijn we ondertussen aangekomen bij Del Piero. Dus we gaan even weer de Del Piero door. En eens even kijken of we ergens een boot kunnen vinden. Let's go. En anders hebben we één optie. En dat is de auto in het water dumpen, man. Ja, dat kan ook. Maar ik weet niet of dat een goed idee is. Even kijken. Dan hoef je iets minder ver te zwemmen, snap je? Oké, we gaan het doen. Oké, guys. We gaan even een aanloopje doen. Sorry. Sorry, mannen. Oké, we gaan ervoor. Let's go. Oh, dat lukt niet. Oké, dat is heel raar. Normaal zou het moeten lukken, maar blijkbaar... Kom, opzouten jullie allemaal. Hè? Of zou ik er even iets tegen doen, jongens? Oké, let's go. Allemaal wegwezen hier. Hè? Had in nog wel, of wat? Zo, leuk, hè? Leuk, hè? Hè? Een beetje mij lopen belachelijk maken. Maak jullie allemaal af, joh, teringlaaiers. Zo. Oké, dat moest ook maar even uitgegooid worden. We gaan zwemmen, mensen. Niet in Bacardi Lemon, gewoon in het zwembad. Of in de zee bedoel ik. Ja, want het moet ook gewoon gebeuren. Het is door te gaan om naar de nieuwe spot te gaan, want er is een boot. Maar het is niet zomaar een boot. Het schijnt namelijk iets heel erg mysterieus op een boot te zijn. Maar wat voor mysterieus? Daar gaan we heel snel achter komen. Er gaan geruchten rond dat het namelijk de boot of Huggy Wuggy is. Maar zal het waarheid zijn? Ja of nee? Weet je wat, mensen? Wij gaan kijken. Oké, guys, we zijn dus aangekomen op een hele grote boot. En naam is Anna en ze ligt nu in de sloot. Oké, dat is een oud nummer, mensen. Maakt niet uit. Maar we zijn dus aangekomen op een grote boot. We gaan even kijken, hier heb je de machinekamer. Ik denk niet dat daar iets is. We gaan even kijken. Oké, guys, het is de hoogste tijd om nu te gaan. Maar wat zit er allemaal op? Oh my god, wat is dit? Wat is dit nou weer? Hallo? Huh? Wat is dat? Wat is er aan de hand? Ik snap hier helemaal niks van. Ik vind het heel raar dit. Maar ja, het zal maar bij mij liggen. We gaan even kijken wat hier is. Hallo? Wat? Oh my god. Dat meen je niet, hè? Kissy missy, dat meen je niet. Oh my god. Wat is dit? Hé. Hey. Wat is dit? Dat is oorlog. Oh my god. Oh my god. Hé. Hey. Het is allemaal Huggy Wuggies, man. Zitten met elkaar te vechten. Zo. Oké. Zo. Ze hebben elkaar allemaal te pakken. En allemaal Huggy Wuggies liggen hier dood. Amai. Zo. Dacht het niet, hè? Jij ook niet. Hoppa. Waar komen die andere schoten vandaan? Is somebody in, hè? Of hebben ze nou allemaal te pakken? Oké. Dus hier liggen overal Huggy Wuggies. My god. Ze hebben gewoon oorlog met elkaar. En daar is een Squid Gindle. Nee, man. Oh, nee. Oh, nee. Dat meen je niet. Hé. Hey. Don't do that. Hè? Oh, nee. Huggy Wuggy. Oké, niet doen, Huggy Wuggy. Echt, jongen. Serieus. Waarom zijn er overal Huggy Wuggies? Waarom? Ik ben aangevallen door een heel leger met Huggy Wuggies. Is er nog ergens een Huggy Wuggy? Ja of nee? Hey, what happened? Hè? Huh? Hoppa. Zo, so, take your money. Huggy Wuggy is gonna take your money, bitch. Let's go. En we gaan wegwezen hier. Oh ja. Zo. Laten we gelijk die winkels lopen, hè? Hoppa. Hoppakee. Zo doen we dat. Huggy Wuggy is sterker. Woehoe. Tijd om naar de volgende plek te gaan. Want ik moet naar mijn vrouw toe. En mijn vrouw is lekker thuis. Ik heb er even iemand uit de winkel vermoord. Er is geen speelgoedwinkel in deze stad. Dus laten we lekker gaan driven, mensen. Oh my god. En iemand, wat doet hij nou? Hé, wat is dit? Zegt hij nou dat ik het land uit moet? Wat is dit nou? Hè? Kom dan.
Je mag hier niet. Nee, we gaan niet land uit. Nee, hoppakee. Zo doen we dat. Niks uit land uit. Wat denk je wel niet, hè? Oké, en we rijden hier. Let's go. Oké, en we zijn dus bijna aangekomen bij het nieuwe huis. En Huggy Wuggy gaat even playtime even weer zien. Oei. Au. Wacht eens even. Van wie is deze trike hier? Ah, no. Van wie is die trike? Snap. Ik weet niet van wie die is, maar het zal wel. Oké, en het is de hoogste tijd om even naar binnen te gaan. Want Huggy Wuggy wil namelijk zijn eigen vriendin zien. En de vriendin is natuurlijk lekker binnen. Dus laten we naar binnen gaan en we gaan de vriendin weer zien. Hallo, schattenbout. Woehoe. Hey, Poppy. Hallo, ik ben het weer. Ja, dat heb ik ook wel gezien, Poppy. Hoe gaat het met u? Niet zo goed eigenlijk. Ik heb een beslissing moeten maken. Wat is de beslissing dan, lieverd? Ik denk dat het beter is dat we uit elkaar gaan. Wat? Na alles wat ik voor je heb gedaan? Na alles wat ik voor je heb geregeld? Ja, inderdaad. Dus ga mijn huis uit nu. Oké, het zal ook allemaal weer wel. Dank je, schattenbout. Oh nee. Waarom moet ik nou weer het huis uit? Ik snap er helemaal niks van. Nou, weet je, we kunnen maar beter doen wat er gevraagd wordt, toch? Anders krijgen we nog meer gezeur en gezever. En daar heb ik dus geen zin in. Huggy is een beetje verdrietig. Ja, kan ook niks aan doen. Hey, jij daar. Heb je het hem verteld? Ja, hij is echt te dom dat hij het gewoon gelooft, hè? Dat is mooi. Dus wat gaan we vanavond doen? Ik denk slaapkamerpraktijken. Oh my god, daar heb ik wel zin in. What the hell? Van vreemd gaan en dan ook nog eens vervolgens slaapkamerpraktijken doen? Nee, man, dat kan toch niet. Oké, ik hoop dat Chucky ergens weg gaat zometeen. Laten we even opwachten. Let's go. Wat gaat er nou weer gebeuren? Is Chucky daar nog steeds? Volgens mij zou weer gaan lopen, hè? Dus dat is... Allee, ja, is goed. En wat gaat Chucky doen? Oh my god, waarschijnlijk gaat hij rubbertjes halen, hoor. Ik denk het wel. In ieder geval, laten we Chucky lekker gaan volgen. Let's go! Chucky, we gonna follow you, man. Ga je naartoe? Zo, Chucky is wel klein aan spelen. Ik zie hem niet eens. In ieder geval, het zal ik allemaal wel. We blijven er lekker achteraan zitten. Ik weet het niet wat ik hier zie, maar... Hey, wat is dit allemaal, joh? Huh? Ik zie Chucky niet eens zitten, bro. Oh my god, we blijven volgen. Blijven stalken, ja? Let's go. Snap. Dit is raar. Dit heb ik nog nooit gezien. Maar ja, ik weet niet waar hij naartoe gaat. Ja, hij zal ergens naartoe gaan en we komen ook wel ergens uit. Dat denk ik ook wel weer, hè? Oké, en Chucky gaat naar Sandy Shores. Of Snores, ik weet niet hoe dat heet. Allee, het zal maar weer, hè? Allee, waar gaan we naartoe, Chucky? Ik snap hem niet. Snappen jullie hem nog? Ik kan hem ook niet echt volgen of zo. En, ah. Oké, komt dat mooi uit, hè? Chucky, dat dacht ik niet. Zo, hè, wat dacht je dan niet, hè? Vreemd gaan met mevrouw. Kom aan, dat kun je toch niet doen? Kom aan, zeg. Oh my god. Even serieus. En mocht je ooit tot leven komen weer? 1, 2 en nog een keer 3. Misschien moet ik laten zien hoe dapper ik ben. Misschien is dat wel beter. Want ja, ik was ook wel laatst uit een beetje bang zijn. Maar mijn vrouw vindt dat niet aantrekkelijk, hè? En ik weet niet wie dat is. Kleine speler. Dacht het niet, vriend. Zo, iemand dacht me dood te kunnen knallen. Laten we niet gebeuren. Oké, nu gaan we door naar de volgende plek. Want we moeten even ons bewijzen tegen onze Poppy. Poppy Playtime. Mensen, like even deze video als ik ook even Poppy Playtime zelf moet gaan spelen. Oftewel de game ervan. Want er is ook een game van Poppy Playtime, zoals jullie weten. En ja, op zich, helemaal geen slecht idee natuurlijk. Dus Poppy Playtime. En we gaan even jumpen. Laten we het doen. 3, 2, 1, let's go. Woe. Oei. Au. Ja, dat deed wel een beetje au. Maar laten we die zeven gewoon rijden. Let's go. We zijn er bijna. Nee, dat moet niet gebeuren. Nou, we zijn in ieder geval veilig beneden gekomen, hoor. En nu is het hoogste tijd om een volgende huis even te gaan investigation, man. Laat het even doen. Goed ge-Nederlands. Of ge-Engels eigenlijk. Maakt niet uit. Au. Dat moet ik niet doen. Beetje oppassen. Wat zal hier dan zijn? Oké, laten we naar binnen gaan. It's Poppy time. Joehoe. Ik wil weten wie hier is. Ik weet dat niet, hè. Hallo. Oh my god, dat is Sirenet. No, don't do that. Sirenet. Oh nee. Oh. Sirenet is achter me aan, hè. Oh nee. Snap. Ah. En ik kan hem niet eens raken. Nee, Sirenet. Au. Hey. Zo, dacht het die vriend. Sirenet. Hoppa. Zo, ga maar slapen jij. Stomme rot Sirenet. Ik hoef je niet meer te zien. Zo, zal je een lesje leren, hè? Niemand gaat tegen Huggy Wuggy beginnen. Echt niet. Niemand. En we gaan weer wegwezen hier. Allee, ja, we hebben niet veel te zoeken, hè? Dus dan is dat de keuze. En de volgende plek is een staakcaravaan. Oké, it's time to drive. Drive far from home. Oké, dat is Armor Wars Ride tijden, hè? Allee, driving. We have driving skills. En dan gaan we naar boven. En van boven gaan we naar beneden. Maar ik ben benieuwd. We gaan een kind, zeg maar, aanpakken op dit moment. Want een kind is gewoon veel te ver gegaan. Of ja, eigenlijk niet. Ik wil hem gewoon bewijzen tegen mijn vrouw. Ik weet niet of hij er blij mee is als ik een kind ergens op ga sluiten in de kelder. Of zo. In dit spel, hè? Niet in het echt. Maar goed, eens even kijken of Poppy daarmee eens is wat ik ga doen als Huggy Wiggy zijnde. En dan komen we dus aan bij onze staakcaravaan. Even kijken of er nog een kind thuis gaat komen, hè? Ik heb geen idee. En ja, auto is alweer beschadigd. Maar ja, het zal ik allemaal wel weer. Oh, even lekker chillen hier zo. En even gewoon doen alsof hij niks ziet. Dan staan we weer, hoor. Kijk dan hoe wij erbij staan. Oké. Eens even kijken. Gaat hij naar binnen? Durft hij dat of niet? Ik hoor wel iets. Ah, daar is hij, hoor. Huggy Wuggy! Good night! Had je nog wat, kiddo? Hè? Zo, dat zal hem leren. Oh, en we gaan door naar de volgende plek. Nee, niet een bus stelen, vriend.
Sorry meneer, ik wou je niet stelen, ik wou mijn eigen auto pakken, maar blijkbaar pakt hij dus ja, toch de bus. Maakt niet uit. Ik vind mijn eigen auto veel beter. Zo, let's go! En we gaan weer wegwezen, want dan ben je niet meer te zoeken hier. En als het goed is, zijn we bijna aangekomen op de volgende plek. En dat is dat groene stipje daar zo, ik weet niet wat aan de hand is. Waarschijnlijk moet ik iets gaan redden, ik bescherm, ik weet het niet hè. Ik weet dat niet. We gaan gewoon kijken en ik hoop dat ik iemand kan saven als het nodig is. Oei. Maakt me niet uit, we moeten hierin. En als ze erg moeten zijn, dan rij je maar eens kapot. Dat maakt me ook niet heel veel uit dan. Ah, hier moet het dus zijn. Wat? I know, man. Wat gaat hier nou weer gebeuren? Dat is niet best. Zeg, wat heeft dit nou weer te betekenen? Jullie gooien gewoon een kind in het water. Niet doen. Zo. Dat dacht ik niet, vriend. Hoppa. Ha, lekker slapen jullie allemaal. Hoppakee. Niet beginnen, cartoontjes. Zo. Hé. Hey. Hé, daar is een kind weer. Hé, hey, je gaat toch niet mijn neefje verslaan, hè? Dat neefje heb je in het water gegooid. Hé. Dacht die vriend. Oei, sorry. Nee, ik wou je niet raken. Oh, dat is die stomme game. Oh. Ah, nee. Zo. Jij ook slapen nu? Had je nou wat? Ah, nee, hè. Zo, ik hoop dat je een beetje blij bent, neefje. Ja, maar waarom sloeg je mij? Geen per ongeluk, sorry. Ik ga er vandoor. Oh, nee. Ik heb ongeluk dat neefje geslagen. Dat is niet de bedoeling. Maar ja, platen. Oké, en nu zijn we de laatste plek aangekomen om even indruk te maken op mijn eigen wifi. En dat hebben we wel even nodig, hè? Want ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb net een kind gered. Dat ik ook eentje heb opgegeten of zo. Dat is ook niet echt helemaal netjes, maar goed. Ik ben benieuwd. Wat vindt Poppy Playtime leuk? Ik probeer wel indruk op haar te maken, hè? Maar wat ze heeft gedaan, dat vind ik niet oké. Dat ga ik haar echt niet vergeven. We don't forgive, we only murder. Vreemd gaan met de Chucky. Kom aan, hè? En dat voor een vrouwke. Oké, de volgende plek is. De bergtoppen. De speeltuin. We gaan even met een kind spelen. Die zit vast wel op mij gewacht, denk ik. Die had vast wel gewacht tot Huggy Wuggy eraan komt, hè? Joehoe. Joehoe. Hallo. Hey, wie ben jij dan? Ik ben Huggy Wuggy. Ik ben toch leuk, hè? Kijk maar dan. Is dat zo? Ben je de echte? Ja. Wat doe je? Nice. Zo, sleep wel. Hey, wat heb je met mijn kind gedaan? Oh, Snow, daar ben ik weer. Nee. En wat denk je, hè? Kom dan, slapen dan. Zo. Wow, jij bent sterk. Maar niet sterker dan mij. Nee. Oh, ik mis hem wel. Hoppa. Nog wat? Nee. Kan je vanavond opeten? Zo. En wegwezen hier. We hebben gedaan wat we moesten doen. Huggy Wuggy heeft de krachten laten zien. En wij gaan weer terug naar de andere plek. En oké, guys. We zijn dus weer bijna aangekomen bij het huisje. Dus laten we dan naartoe gaan. En het moet wel nacht blijven, hè, mensen. Want het is nog steeds laat. En Huggy Wuggy kan tijd bepalen. Dus hey, Huggy Wuggy heeft tenminste krachten. En die woont eigenlijk in een speelgoedwinkel. Maar we zijn ontsnapt. Dat is de bedoeling dat we ontsnapt zijn bij de speelgoedwinkel. Aangezien er echt 10 dubbele sloten op zitten normaal. Auw. Oké, let's go. Oké, en we zijn dus nu bij het huisje aangekomen. En we gaan even onze wijf ophalen. Kom op, want die gaat mee met mij. Hallo, kom naar buiten. Oké, wat doet ze? Oké, ze is aan het lopen. Poppy, kom er maar naast zitten. Komt ie hoor. Zo, even indruk maken. Ik ga ze langs voor of langs achter. Wat zal ze doen? Ah, daar is ze. Poppy Playtime. Mooi, kom maar. Stap maar in. Joehoe. Kijk. En Poppy zit erbij. We gaan door naar de volgende plek toe. Zeg, lieve Poppy, wat moeten we gaan doen? Je moet dadelijk 3 mensen van mij vermoorden, want ze vallen ons een tijdje lastig. En dat had ik je niet durven te zeggen. Ah, oké, dat geloof ik meteen. En waar mogen het dan zijn? Auw, snap. Ergens op de top of the mountain. Ah, oké, dus ja, daar moeten we ergens naartoe, hè? En top of the mountain. Ja, ik heb de navigatie ergens al gezet. En wie zijn het dan? Annabelle is er eentje van. En wie zijn die andere twee? Weet ik niet, eerlijk gezegd. Oké. Weet je, we gaan zoeken. En dan komen we vanzelf al achter. Maar je weet niet wie dat zijn, maar hoe weet je dat er 3 zijn dan? Omdat ik de vorige keer 3 bij ons raam zag staan in huis. Oh, is dat zo? Ja. Ah, oké. Even kijken dan. Ik ga je redden. Ja, vind ik leuk. Dus ja, Annabelle, die is toch klein? Maakt niet uit, ze is eng. Oh, nee, ja. Ze gaat je pakken waarschijnlijk. Hey. Huggy Wuggy vindt dat niet zo best, hè? Zo, niet doen bij Huggy Wuggy. Slaap jij? Geestige pop. Pitten. Zo. Nog wat? Haha, nou even reloaden, want dan heb ik ook weer kogeltjes. Nou, ik heb gedaan wat ik moest doen, denk ik. Dus we gaan weer terug. En daar was er eentje van. Ja, dat klopt. En wie is de volgende dan? Een of andere pop. Waar zit hij dan? Vliegveld, volgens mij. Oké, daar gaan we naar naartoe. En wie mag de volgende lastige zijn dan? Een of andere Squid Game pop of zo, denk ik. Een Squid Bane? Of Squid Bane? Wat zeg ik nou? Een Squid Game pop, hè? En wat doet hij dan? Mij lastig vallen. Oké, en hier zit hij dus ergens, of waar is hij dan? Waar is die pop? Waar is die verdomde pop dan? Ah, nee. Oh nee, hè? De Squid Game. Oei, pas op. Ah nee. Heeft Huggy Wuggy gepakt of niet? Oh. Niet doen jij. Zo.
Heavy wapen dit. Play pop time. Ik hoop dat alles nog goed met u gaat. We gaan naar de volgende toe. Dat is goed. Ik ben wel geraakt. Oh nee. Oké, we gaan de volgende even flink aanpakken, ja? Is goed. En waar zit hij dan? Ergens in een riool. Daar gaan we naartoe. Zoals u zei, ergens in een riool. En we gaan maar kijken. Inderdaad, bij een riool. Dus we gaan erop af. En we gaan eens even die, ja, nog wat aanpakken. Want dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. En het is wel een lange riool, zeg. Ja, ik weet het. Nou, maakt niet uit. We gaan gewoon even vliegen dan, hè? Hoppa. Auw. Toch maar niet doen. Geen goed idee. En we gaan de tunnel in. Let's go. Oei. Dus hier moet het ergens zijn, zeg je. Ja, dat zeg ik toch. Sorry hoor. Mensen liken voor deze video nog steeds. Anders is het grote kans dat Poppy en Playtime ja, jullie gaan pakken. Inderdaad, een video. Ja, een video, ja. Zo, wat een luxe. Ik weet het. Maar waar is het dan, Poppy? Ergens achterin. Oké, even kijken. En dan is het, wie is het? Slenderman of zo, denk ik. Slenderman, oké, is niet zo moeilijk. Die kunnen we aan. Oké, hero. Dan, ah, daar is hij. Slenderman, Siren Head, ze vechten weer eens. Waar ben je? Slenderman. Ah, niet zo stoer zijn, hè. Zo. Die had ik goed gestolen. Voor mooi van een Squid Game doll. En wij gaan nu weer weg. Poppy, ik hoop dat je blij bent. Ja, wil je me trakteren op McDonald's alsjeblieft? Maar natuurlijk. Huggy, weet je zeker dat je naar de Mackie gaat? Ja, ik heb wel iets wat ik moet vertellen. Wat nou weer? Ik heb gezien dat je vreemd bent gegaan met Chucky. Wat? Hoe weet je dat dan? Ik ben niet gek, weet je. Als jij zo raar ineens tegen mij gaat doen, ga je ook wel even onderzoek doen, weet je dat? Dus, succes. Zo. Mensen, we hebben haar even gedumpt in het water. Niemand gaat Poppy voor de gek houden. Like deze video, abonneer dan naar mijn belletje aan. 3000 likes, ik zie je later terug bij een video. Adios.